nog halen en die gaat natuurlijk aan, hè? Dat begrijpen jullie wel. Dat zit nog niet echt lekker. Maar ja, komt ook allemaal goed. Dus ik zou zeggen, tot later. Lekker hè, meisje. Wordt zo lekker, hè? Hoe ze dat erbij hangt. Oh, god, god, god. Die andere bonken kon ik toch weggooien, want dat was niks meer. Dat, ja, weg ermee. Tenminste, het bonken. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede middag. Het is vandaag zaterdag en we leven op 7 maart. En om 12:39. En het is hier prachtig mooi weer. Ik ga zo meteen een bakje koffie doen en eventjes nog een hapje eten en de diertjes verzorgen. Rijka die staat natuurlijk weer in de vensterbank op de uitkijk. En ik kreeg dat telefoon van Karin. Ja, die gaat Rudolf vloggen. Of Hugo. Dat weet ik niet meer. Het is een kok. Ja. Dat daar is ze en Roderick is even iemand anders aan het ophalen en dat is haar vader, mijn ex-man. En uit het verre verleden. En met zijn huidige vrouw. Nou ja, ik hoop dat ze veel plezier mogen beleven met elkaar. En ja, met veel liefde voor elkaar, simpel. Dat gun ik ze van alle harten, ja. Maar in ieder geval, het is dus prachtig mooi weer en ik ga zo meteen weer lekker lopen. Ik doe de koperrom, die hangt weer even aan de lader. Die doe ik weer lekker om en ik ga over de markt. Ik zie wel, ja, ik ga gewoon even een lekker blokje om. Eerst langs de gracht, ga ik de andere kant op. Richting het centrum en dan ja, we zien wel. Even lekker over de markt lopen voor het eerst. Dat ik even een markt op wil lopen. Ja, jaren niet meer gedaan. Ik hoop dat ik het red. Ja. Het is hier wel dichtbij. Ik ben daar al wel op de straat geweest. Een paar keer lopend. Maar nou is er markt. En de markt is wel achteruit gegaan. Sinds dat internet bestaat. Gaat het allemaal een beetje bij beetje achteruit. Want ja, de meeste mensen bestellen maar via internet. Nou nee, ik wil het zien en ik wil het voelen, weet je. Je moet niet alles via internet moeten en willen kopen, nee. Zo'n schoenen? Dan ga ik naar een schoenenwinkel toe hoor. Ik moet het kunnen passen en niet op laten sturen kunnen moeten passen. Oh, op de klein weer terugsturen. Oh nee, dan blijf je aan de gang. Nee, ik moet naar de winkel kunnen. Ik moet het kunnen passen. Daar mee kunnen lopen. En dan, ja, het zit goed. Meenemen en betalen. Punt. Ja, ik ga het niet moeilijk doen. Nee, ik wil dat gedonde niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen. Wij gaan er lekker van genieten. En ja, eerst een bakje koffie. En een broodje. En de dieren doen. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei. Genieten, hè? Ook genieten. Ja, gewoon genieten. Doei. Nou, lieve vrienden, ik sta er weer klaar voor. Tuigje, dit weer om. De tuig van Rijka weer om. Dus ik zal Rijka aanlijnen. En dan gaan we weer. Ik zal mijn zonnebril nog opzetten. Ik heb mijn telefoon klaar liggen met mijn stappenteller en met mijn kilometerteller. Dus ja, het komt allemaal goed. En dan gaan we. En die gaat natuurlijk aan, hè? Dat begrijpen jullie wel. Dat zit nog niet echt lekker. Maar ja, komt ook allemaal goed. Dus ik zou zeggen, tot later. Deze laat ik thuis. Tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik weet alleen nog helaas niet of jullie hier wat mee kunnen zien. Of ik überhaupt nog gefilmd heb. Ik dacht dat ik hem aan had gedaan. Want ik heb zelf, want ik moet, als ik hem zo voor me heb, ik moeilijk zien of ik hem aandoe natuurlijk. Dus moet je kijken en dan zie je een lichtje knipperen, dan zie je het beeld komen, weet je wel. En dan moet je hem aandoen dat hij gaat filmen. Dan kan je pas weer recht doen. Dus eerst hij of Rijken of mijn rollator of mijn voeten of de straat of wat dan ook. Had ik en ik...
klikte op de knopje, toen ging die ook ging die ook draaien. Dus toen heb ik hem weer recht gedaan. Maar daarnet, hij was ineens uit. En ik denk, oh, hij doet het niet meer, dus dan kijk ik. Maar hij deed het nog gewoon. Ik denk, oké, nou ja, we wachten het af. Ik heb laatst een stukje, heb ik wel alweer op film gezet. Maar als dat het enige is, gooi ik dat gewoon weg. En dan de volgende keer beter. Ja, kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, we hebben maar liefst 2,28 kilometer gelopen. Bijna 2,5 kilometer, geloof ik. Nee, niet waar. Bijna 2,30. Dat is nog niet 2,5. Maar in ieder geval, dat vind ik toch wel weer een aardig wat. Maar het is... Even zien. Nee, nog niet het verste. Nee, nog niet het verste. Ik ben verder weg geweest. Ja, echt wel. Maar ja, ik ben eerst langs het kanaal, gracht geweest, toen de stad in en toen over de markt. Ik ben dus niet overdreven ver weg geweest, nee. En ik heb één box. 7 minuten geleden, ja, één. Maar dat weet ik toch. Oh, ik krijg weer 2,48. Ja, dat weet ik. Zeg ik net allemaal. Oh, 0,08 kilometer verbetering. Dus ik heb toch wel wat verbeterd. Ja. Nou ja, toch top. Ja hoor. Helemaal top. Helemaal top. Geweldig. Nou, dat zie Karen en Roderick vanavond weer, want die hebben bezoek. En ik ga een bakje koffie maken. Rijka, die is ook moe. Die is net gaan liggen. Ze zat op de veertebank. En ze is nou net gaan liggen. Klein hoopje. Ze heeft er goed gedragen. Ze heeft af en toe een beetje te veel getrokken, zodanig dat ik wat pijn heb. Maar dat gaat ook wel weer over. En dat was meer uit, ze moeten nog aan wennen. Ze is van het een en het ander nog bang. En dan, dan vliegt ze zo wat om mij heen en dat gaat niet, nee. Maar voor de rest heeft ze zich heel goed en keurig netjes gedragen, ja. Keurig. En ik heb 2 bonken gekocht voor haar, want ik vroeg om grote. Maar het zat in de vriezer en het zat allemaal aan elkaar vast. Bevroren. En dan heb ik 2 kleinere. Wat ook weer niet mijn bedoeling was. Maar ja, ik wou 1 grote, weet je. Daar heeft ze wat aan. Maar ja, dan heeft ze nog steeds diegene van Roderick en Karin. Vorig jaar. Daar zit ze nog steeds op te kluiven en te doen. De kleintje die ik vorige week had gehaald. En nou, zover ik weet, heb ik er 2. Ik zal even kijken. Moment. Oh, mijn rug. Oh. Is hij wel groter? Nee, het is er 1. Hij is wel iets groter dan die ik van de week had. Maar hij is nog lekker bevroren en ze mag hem niet op de bank hebben, dat wil ik niet, nee. Speelgoed er even uithalen en dan kan ze in de mond krijgen. Komt straks nog niet zo geslapen heb. Ja toch? Laat het even lekker liggen. Dus ja, ik ga een bakje koffie maken. En dan zal de computer... Oh, weer wat. Oh god. Oh hemeltje. Krijgen we nou weer. Weer 60 nieuwe coronabesmettingen in Nederland. Totaal naar 188 maar liefst. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is in een dag opgelopen van 128 naar 188. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat betekent dat er 60 besmettingen zijn bijgekomen. De meeste nieuwe besmettingen zijn in Noord-Brabant gemeld op 26. Oké, nou, ik kan het helaas niet delen met Facebook, want dat heb ik daar weer niet bij. Dus dat moet ik eventjes zo laten.
doe ik zo meteen via mijn computer. Dan kan ik de link kopiëren en dan op Facebook plakken. Ja, want soms staat er bij die linken, staat er dan ook allemaal de hoe noem je dat? Zoals de blauwe F en WhatsApp. Dan kun je op die knoppen drukken. Nou, ik heb Facebook zal wel op mijn mobiel staan, maar dat staat uitgeschakeld. Want ik wil dat niet horen, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben op mijn mobiel. Maar soms kan ik het wel delen en dat is wel weer fijn. Maar dan hoor ik verder helemaal niks binnenkomen of er iemand op reageert. Nee, dat is allemaal voor de computer. Wil ik daar niet op hebben verder. Maar ja, oké, dat komt allemaal wel goed. Dat zoek ik zo meteen wel even op. Simpel. En voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet verder van deze bijzondere, rare, vreemde dag. Vanochtend was de lucht helemaal blauw. De zon die scheen. Het is nou sluierbewolking met een zielig zonnetje. Ja, ze schijnt heel zielig. Wat is dat, schat? Je kriebelt met je snoeraartjes. Ja? Je kriebelt, dat was eeuwen. Kandalf die is buiten en ik zie een pluk haar van Kandalf leggen. Ja, ik zal het even pakken. Nee. Dat is een pluk haar van Kandalf. A, die plukt zichzelf. En B, ja, legt de staart los onder mijn stoel en dan is het, ja, dan heb je weer een pluk. Nee, dat zullen we zo meteen even weggooien, ja. Hé? Ja, jij wilt weer eten? Jij krijgt eten, want je hebt vanochtend niet gegeten. Je wou niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar straks al vast een week weer. Ik zou zeggen, tot dan, doei doei. Lekker, een meisje. Wordt ze lekker, hè? Hoe ze dat erbij hangt. Oh, god. Die andere bonken kon ik toch weggooien, want dat was niks meer. Ja, weg ermee. Tenminste, het bonken. Nee, die andere die heeft ze. Hier, oh, daar, die heeft ze nog. Deze kleine, want daar zit nog wat in. Dus ja, die gooi ik er ook bij. Heeft ze daar ook nog wat aan. Zo. Hé, meisje. Lekker, hè? Vindt zij van wel. En jij? Hoe is het met jou? Hé? Ja, prinsesje. Hé? Ja. Maar de meid? Wat liep je even raar? En dan was Kandalf daar. Goed zo, grote jongen. Hé, grote jongen. Kandalfie. Ja. Is het zo? Hé? Kereltje. Hé? Ja. Maar oké, lieve vrienden. Ik liet het eventjes zien. Nou moet ik de camera weer omdraaien, zodat ik mezelf niet kan zien. Ja, dat is wat, hè. Oei. Ja, ik zie mezelf door de kast heen. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet er verder. En dan ga ik daarmee aan de gang. En met het nieuws aan de gang. En met de kopro aan de gang. Dus het komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot dan. Doedelidokie. Nou, helaas, de GoPro. Ik had hem dus niet aan. Nee, twee filmpjes op het laatste stukje. Nou, die heb ik me net weggegooid. Volgende keer beter hoor. Ik snap er ook niks van. Ik had hem aangedaan. Maar ik denk dat ik hem ook gelijk tegen weer uit heb gedaan. Omdat ik afgeleid ben. Ik weet het niet. Mijn excuses daarvoor. Volgende keer gewoon beter. Ja, toch? Komen meer mooie dagen aan. De zomer die staat weer in het verschiet. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja, en morgen hebben we weer regen, dus er komt er ook niks van. En morgen komt Rut, dus ja, met Bibi. Hè? Ja, Bibi komt ook. Rijkhuis daar nog steeds druk doende.
En Ewen die is hier bij me. En Kandel die zit voor me. En ik heb een bakje koffie voor mijn neus. Dus ja, het komt allemaal goed. En ik zal weer proberen om een vlog in elkaar te zetten. Ja toch? Ja, komt helemaal goed. Hé, meisje? Ja, hè? Ja. Ik ben klaar voor. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder. Het is 3:15 op die klok, maar die is geloof ik achter. 14:50. Nou, hij is 5 minuten achter. Maar ja, die klok loopt iedere keer achter. Werkt de batterijen, ja. Ik had hem ooit gekocht. Ga ik wel, noem ik wel weer een winkel op, maar ik word niet gesponsord bij Action. Voor mijn mannetje, want die wou een klok hebben aan die muur, zodat hij vanaf de bank kon zien hoe laat het was. Want hij droeg geen horloge, want dat kon hij niet tegen. Had wel hoor, maar kon er gewoon niet tegen. Nou, dan hing die op die bank, dus zijn hoofd aan die kant. En dan kon hij mooi kijken op die klok. En ja, daarom gaat hij ook niet weg, omdat ik hem aan mijn mannetje had gegeven. Dus hij was van mijn mannetje. En hij is al een, het is al even goed, een mooi apparaat, die klok. En jullie zien hangen, dat grijze kastje. Nou, en ja. Het is een model van een ouderwets kast. Ja, meidenkast geloof ik dat zoiets heette. En daar hebben ze een klok van gemaakt. Gewoon, ja, leuk. Maar oké. Ik zat vast aan het ruik. Maar het maakt even verder niet uit. Ik ga weer aan deze kant door en ik zou zeggen tegen jullie, geniet toch verder. Ga ik ook dus doen. Maak er wat leuks van met elkaar of in je uppie. Want ook dat kan. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond alweer. Want het is bijna 7:30. 18:21 en we leven ook nog steeds op zaterdag hoor. Ja, en nog steeds ook op 7 maart. Dus ja, gaat allemaal van laie dakkie, zeg maar. Er is alweer een vlog naar YouTube toe, dus die komt overmorgen uit. Rijka legt lekker lang uit op de bank, maar we gaan zometeen nog even een loopje doen. Daarna gaan we zorgen dat we kunnen eten, want het wordt er wel kouder weer op. Er is weer niks aan. Het is grijs, grauw en donker. Ja, goed donker geworden. Ik heb een auto voor mijn deur. Maar hoeft hier niet te wezen hoor. Nee. Er stoppen zo vaak auto's hier voor de deur. Dat wil je niet weten. Dan denk je van wat is dit nou weer. Soms dan gebeurt het dat er wat in mijn keuken komen. Ja, nou dat is gewoon niet leuk hoor. Maar ik ben niet van plan om van de plakfolie ervoor te doen. Want dan zie je zelf ook niks naar buiten. En dat mag ik toch graag zelf wel onder controle houden, ja. Nou, Kandolf is binnen. Ewen die is uiteraard binnen en ook beneden. En ik ga zo eerst even met Rijka lopen. Of zal ik ze eerst eten geven, daarna met Rijka lopen. En daarna dat ik zelf ga eten. Dat kan ik ook nog doen. Ik denk dat ik dat eerder doe. Ja, ga ze eerst eten geven. En dan doe ik Rijka. En dan ga ik zelf eten. Het is tenslotte zaterdag, dus het maakt me ook niet uit hoe laat ik eet. Nee. Maakt niet uit. Nou ja, en dan hebben we nog een gezellig avond. Ik heb ook een heel mooi plaatje gemaakt, dan zeg ik het zelf. Ik heb trouwens koude handen. Ik ken het niet warm. Krijgen is nog zo. Maar ja, doet er niet toe. Ik denk dat iedereen daar wel eens last van heeft, dat ze het koud hebben en niet warm kunnen krijgen. Maar ja, komt allemaal wel weer goed, denk ik. Nou ligt ze helemaal in een rolletje. En ze houden me wel continu in de gaten hoor, zo'n leuk gezicht. Hé Rijka, ja nou, joh. Ik denk ook, mensen, wat heb je erover? Nou ja, deze lopen hier rondjes te draaien van, nou wanneer krijgen we eten? Nou ja, zometeen dus. Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik hoop dat ik het niet vergeet om wel rustig te wensen vanavond later. En anders zal ik, ja, ik zeg het nu maar even, alvast. Ja, voor later op de avond wel rustig.
En voor die tijd geiten stappen of weet ik veel. Doe voorzichtig, denk erom. Geen handen geven, het mag momenteel allemaal niet vanwege die maffe virus. Ja. Ik denk bij mezelf, waar gaat het over jongens? Kom op, een griep kan ook mensen dood aan gaan. En deze virus kan ook mensen dood aan. Aan alle ziektes kunnen we dood gaan. En vroeg of laat moeten we toch, ja. Oké, het is erg voor de jongere garde, maar zoals mensen op leeftijd en die al slecht zijn, ja, die gaan toch meestal met een ziekte eerder. En ik wens het niemand toe, maar elkaar geen hand geven, ik vind het zo onbeleefd, weet je. Ja, maar dat je elkaar niet een kus geeft, oké, maar geen hand, je kunt ze toch weer wassen, ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe wat je doen wilt of doen moet. En ga niet met elkaar op de vuist. Nee, want er is ook genoeg ellende. Nu ook met die domme virus. Genoeg ellende ermee. Dus wees lief voor elkaar. Help elkaar. Geniet met elkaar. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.